Het is duidelijk dat inwoners tegen hoogbouw op deze locatie zijn. Maar ook vanuit de politiek komt er felle tegenstand. Het CDA vindt dat helemaal niks. Zeg maar, je kijkt hier ook naar onze historische binnenstad. En dan gaan we op die plek van de PostNL-locatie gaan we een torenflat van 75 meter neerzetten. Dat moeten we gewoon niet doen. Wat is het alternatief? Want er is wel gewoon woningnood, dus er moet wat gebouwd worden. Hier achter ons ziet u een voorbeeld van hoe het heel goed kan. Hè? Dat is onlangs teruggebouwd. Dat is een wat moderner gedeelte. We hebben in de binnenstad zelfs nog iets meer historiserend. Dat het nog ouderwetser lijkt. Dat is wat wij graag terug willen. Nou, heeft u de afgelopen jaren in het college gezeten? Er zijn ook plannen gemaakt voor hoogbouwprojecten. Waarom bent u er dan nu ineens op tegen? Nee, u zegt steeds dat ik tegen hoogbouw ben. Dat is niet waar. Zeg maar, als je hier verderop die kant op zou gaan, langs het spoor, kan je prima hoogbouw doen. We hebben in de Weideven hebben we Kop West, richting de snelweg, kan prima hoogbouw. Alleen wij zijn van mening dat je dat moet doen op een plek waar het past. En hier in de historische binnenstad is dat is een plek waar het absoluut niet past. En stel dat u na 21 maart weer in het college komt, wat gaat er dan gebeuren met deze plannen? Dan gaan deze plannen van tafel wat ons betreft. Geen hoogbouw op deze plek. Daar houden we u aan. Dat mag.